Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is David van Overbeek en vandaag heb ik de gast Rens van Tilburg. Hij is directeur van het Sustainable Finance Lab aan de Universiteit van Utrecht. Dag Rens, goedemiddag. Goedemiddag. Sustainable Finance Lab, voor de mensen die het niet kennen, wat doen jullie? Ik noem onszelf altijd een academische denktank. We zijn 10 jaar geleden opgericht vanuit de Universiteit Utrecht. Herman Wijfels, Klaas van Egmond, die daar als hoogleraar waren. Maar onze leden, dat zijn merendeels hoogleraren van verschillende universiteiten in Nederland. We houden ons bezig met alles waarvan wij denken dat het belangrijk is om de financiële sector eigenlijk duurzamer te maken. En dat is echt de financiële sector in de breedste zin van het woord. Dus dat gaat over banken, verzekeraars, pensioenfondsen. Maar dat gaat ook over centrale banken. Maar dat gaat ook over de overheidsfinanciën. Op al die terreinen hebben we eigenlijk de afgelopen 10 jaar van ons laten horen. En dat ging ook over stabiliteit. Hè. Onder andere Harold Benink hier gehad, die over de kapitaalbuffers sprak. Ja. Maar ook over het financieren specifiek van klimaat, circulaire economie, dat soort zaken. Ja, want wat verstaan jullie onder digitaal of duurzame finance? Ja, nou in feite, de samenleving als geheel is natuurlijk bezig met een ingrijpende transitie om duurzaam in zowel sociaal als ecologisch oogpunt te worden. Ja. Dan heb je het over de klimaattransitie, dan heb je het over de circulaire transitie, dan heb je het ook over het verminderen van ongelijkheid, bieden van kans aan iedereen. Ja. De financiële sector speelt eigenlijk daarin een hele belangrijke rol. En die rol is overigens heel lang niet erkend. Dus toen ik in de jaren 90 economie studeerde, raakte ik totaal niet geïnteresseerd in de financiële sector. Omdat zoals die in de leerboekjes stond, was het eigenlijk een vrij saai gebeuren. Dat was vooral een paar formules en dan moest je wat getalletjes invullen en dan kwam er iets uit. Maar er zat weinig sturing richting de samenleving in, zo gezegd. En dat was ook hoe het toen geleerd werd, hoe mensen ook tegen de financiële sector aankeken. En inmiddels, en dat is natuurlijk helemaal sinds 2008... kijken we heel anders aan tegen de financiële sector. Dan hebben we door van, daar worden beslissingen genomen die zich vervolgens doorvertalen op lange termijn in de hele samenleving. Ja. En dat kun je dus niet alleen maar door naar de korte termijn financiële gegevens te kijken, dat soort beslissingen op een goede manier nemen. Ja. Dus op die manier zijn eigenlijk steeds meer mensen zich, en ook komen ook andersoortige mensen in die financiële sector. En daar zijn wij als SFL, Sustainable Finance Lab, dus eigenlijk een beetje een onderdeel van. Ja, er zijn ook mensen die zeggen zelfs een financieel waterhoofd. Als we kijken naar moderne economieën, vooral in Nederland, waarbij de banken bijvoorbeeld een veel grotere rol spelen. Niet alleen de banken natuurlijk, want de financiële sector is veel groter. Maar in ieder geval de sector is zo groot, ja, dat het de economie op allerlei manieren bepaalt. En ook in haar greep heeft misschien zelfs wel, die we niet altijd zien. Ja. De financiële sector is natuurlijk ook notoir complex of notoir op de achtergrond van veel dingen die we in ons dagelijks leven meemaken. We zien het natuurlijk niet altijd ten alle tijden. Laat eens proberen om wat licht te werpen op hoe die financiële sector in elkaar zit. En misschien te beginnen met een artikel wat jij laatst geschreven hebt in het Financieel Dagblad. Het ging over de centrale bank. En als ik het goed heb begrepen, heb jij daar gepleit voor dat de centrale bank in haar opkoopprogramma's, die we nu natuurlijk zien volop in de nasleep van de financiële crisis, maar ook door corona en de maatregelen die daarin worden genomen om de maatschappij te ondersteunen, dat pleit jij ervoor dat de ECB in haar opkoopprogramma wat meer keuzes zou moeten maken voor duurzame investeringen en ook actief in zou moeten investeren. Waarom heb je dat pleidooi gehouden? Waarom is dat noodzakelijk? Centrale banken zijn ondertussen, zijn altijd belangrijk geweest voor het financiële systeem, maar vaak een beetje op de achtergrond. Dus die waren een beetje de reddingsboei die als dingen mis zouden lopen, dan konden zij individuele instellingen helpen. En ze regelden een beetje de temperatuur. Dus als de economie te hard ging, dan gingen de centrale banken, die verhoogden dan de rente een beetje, werd het geld lenen wat duurder en dat rende de economie weer wat af. Mm-hmm. En als het een beetje te langzaam ging, als de werkloosheid opliep, dan konden ze het andersom doen. Dus dat is eigenlijk hoe we sinds de jaren 80, want in de jaren 80 hebben ze daar heel ingrijpend, daar komen we misschien zo nog over te spreken, ingegrepen om de inflatie weer naar beneden te krijgen. Ja. En met hele hoge rentes. Dus toen ging het heel veel over centrale banken. Maar daarna leek het eigenlijk dat zij een formule hadden gevonden om inderdaad op de achtergrond een beetje te zorgen dat alles goed ging. Dus dat periode die ook bekend staat als de Great Moderation. Dus de lange periode waarin het gewoon langzaam maar gestaag alsmaar beter ging. Dat waren dus de jaren 90.
90 en mm-hmm. tot aan 2008. Mm-hmm. En toen hadden ze ook helemaal niemand het over centrale banken met welke andere doelstelling dan ook dan gewoon zorgen dat die economie zich gewoon gelijkmatig kan ontwikkelen. Maar toen kwam 2008. Nee, toen bleek dus dat er nou sowieso allerlei problemen in het financiële stelsel waren gegroeid die we niet hadden gezien. Die sterker die ook echt hadden kunnen groeien omdat de centrale banken bepaalde dingen toestonden. Maar goed, alles kwam met een donderend geraas, stortte dat ineen. En sindsdien hebben centrale banken gewoon alle zeilen moeten bijzetten om die economie weer een beetje aan de gang te krijgen. Ja. En het eerste wat ze deden was die rente heel sterk naar beneden brengen. Dus dat was die knop waar ze gewend aan waren om aan te draaien. Nou, die ging heel gauw naar nul toe. En toen was de vraag, want er was nog steeds meer stimulus nodig. Wat gaan we nu doen? Nou, en toen zijn ze begonnen met wat dan heet onconventioneel beleid. Eigenlijk allemaal instrumenten die in het verleden ook wel eens door centrale banken zijn gebruikt, maar waar ze zich niet zo prettig bij voelden. Dus dat hadden ze allemaal niet willen doen, maar dat zijn ze steeds meer wel gaan doen. Dat noemde je net in je inleiding al even, het opkopen van obligaties, van overheden, maar ook van bedrijven. Ja. Daarmee is eigenlijk de rol van de centrale banken in die economie alsmaar groter geworden. En het laatste instrument wat nu dit jaar ook heel groot is geworden, deden ze al wel een beetje, maar wat kleiner, is de dat heet de TLTRO, een afkorting. Het gaat erom dat ze banken goedkoop geld geven, onder de voorwaarde dat ze met dat geld ook weer echt gaan uitlenen in de reële economie. Ja. Dat is weer een volgende stap. Hè? Dus in plaats van dat je in de financiële sector bezig bent, een beetje opkopen van bestaande obligaties, ben je nu heel direct eigenlijk banken aan het aansturen. En ondertussen is dus die invloed van de centrale bank zo groot geworden, dat er ook allerlei vragen bij gesteld worden van, maar welke kant sturen jullie nou eigenlijk die economie op? Ja. En daarbij is de eerste reactie van centrale bankiers is om te zeggen, geen kant. Hè? Wij zijn neutraal, wij kopen gewoon alles wat er is en wij hebben geen invloed. Ja. Maar ja, dus komen er steeds meer rapporten waarin dan wordt gezegd van, dat zeggen jullie nu wel. Maar als we kijken wat jullie feitelijk doen, dan zien we toch iets heel anders. Hè? Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar het grootste programma van de centrale bank, dat is dus dat opkoopprogramma van bonds. Waaronder dus ook dus de obligaties, dus leningen van bedrijven. Van wat voor soort van bedrijven kopen ze nou eigenlijk die leningen op? Want het is natuurlijk heel fijn voor een bedrijf als jouw leningen door de ECB worden opgekocht. En dan kan je daardoor goedkoper geld lenen. En wat blijkt, dat zijn behoorlijk carbon intensive, dus bedrijven die veel CO2 uitstoten. Mm-hmm. Dat is niet zo bedoeld door de ECB, dus die hebben daar niet op gestuurd. Maar die hebben wel een aantal keuzes gemaakt die ertoe leiden dat het resultaat is. Nou, daarvan zeggen dan milieuorganisaties, maar dat is heel gek. Want de regeringen die hebben gezegd van we willen het klimaatakkoord van Parijs gaan behalen. Mm-hmm. Die zijn allemaal dingen aan het doen en het is allemaal nog te weinig, maar ze doen hun best om die kant op te bewegen. En dan gaat in één keer de ECB, terwijl die een enorme invloedrijke speler is, die gaat dan de andere kant op bewegen. En die gaat juist oliebedrijven hun kapitaalkosten verlagen. Oké. Ik denk twee vragen voordat we dan echt ingaan op inderdaad dat beleid van de ECB anno nu. Waarom in de jaren 80 was er nou zoveel aandacht in één keer voor centrale banken? Wat waren de problemen destijds waaruit die centrale banken toen zijn opgericht? En met name ook natuurlijk later in de Maastricht-verdrag misschien de ECB en het mandaat wat daaruit voortvloeit. Ja. En waarom hebben nou die centrale banken in 2008, zijn ze toch overgegaan na die financiële crisis, of in de nasleep daarvan, tot die onconventionele maatregelen waar ze zich in eerste instantie misschien helemaal niet prettig bij voelden? Kun je daar nog iets meer over vertellen voordat we helemaal toegaan naar wat de centrale bank nu doet? Nou ja, je had dus in de jaren 70 heb je de oliecrisis gehad, er kwam een economische crisis. En het rare was in die tijd was dat de inflatie ook opliep. Volgens de traditionele economieboekjes is het juist als de economie slecht gaat, dan gaat de inflatie naar beneden. En als de economie heel goed gaat, dan wil iedereen alles kopen en dan gaat de prijs omhoog, gaat de inflatie omhoog. Ja. Nou, in de jaren 70 gebeurde dat niet. Er is overigens nog een hele interessante discussie waar dat nou door komt. Ik denk dat ook die hele oliecrisis, want daardoor ging gewoon de olieprijs heel hard omhoog en allemaal andere dingen gingen mee omhoog. Je had hele sterke vakbonden, die zeiden van dan moeten de lonen ook mee omhoog. Maar goed, toen heeft met name in Amerika heeft de centrale bank gezegd, wij gaan een einde maken aan die inflatie. Dat is gewoon, wij zijn er voor de prijsstabiliteit. Mm-hmm. Dus whatever it takes om die inflatie naar beneden te krijgen. Ja. En toen hebben ze de rente heel erg verhoogd. Dus we zijn nu gewend aan hele lage rentes, soms wel nul, een paar procent. Het ging toen naar 15, 16%.
En dat deed natuurlijk enorm veel pijn in die economie. Dus toen ging die inflatie ging naar beneden, maar ook de werkloosheid ging heel erg omhoog. Ja, ja. Toen hebben eigenlijk die centrale bankiers gezegd, kijk, zie je dat hele spel waarbij wij op de korte termijn door de rente te verlagen, de werkloosheid wat kunnen dempen, daar gaan wij niet, die trade-off, zeg maar, daar gaan we ons niet meer mee bezighouden. We gaan ons alleen nog maar op prijsstabiliteit richten. En dat werkte eigenlijk ook heel goed vanaf dat moment. Hè? Want dus de prijzen waren stabiel en de economie die ontwikkelde zich ook heel goed. De centrale banken trokken zich eigenlijk ook iets meer terug, zou je kunnen zeggen, uit die rol. Dat is wat je noemt de great moderation. Ze gingen ook een beetje wat rust meer op de achtergrond. Ja, maar, want dat was iets anders. In de jaren 60, 70 speelden centrale banken, in alle landen was dat anders hoor, maar speelden veel dominantere rol ook in het gewoon vertellen aan banken van, hey jongens, hier is behoefte aan, ga daar maar eens geld aan uitlenen. Aan die bepaalde sector of... En als politieke keuzes bijna, van bepaalde bestedingen wel, bepaalde bestedingen niet. Maar juist omdat dat politieke keuzes waren, omdat dat ook meer op tafel lag, gebeurde dat ook veel meer in samenspraak met de politiek. Ja. Dus het was niet zozeer dat ze zelf politiek maakten, hè, maar ze namen de prioriteiten van de politiek namen ze eigenlijk over of mee. Mm-hmm. Met name in Frankrijk en Italië speelde dat heel sterk. Maar ook in Nederland kon de Nederlandse bank, die kon nog een aanwijzing krijgen van de minister van Financiën. Die zei van, hey joh, ga ze die sectoren helpen. Dat was vanaf de jaren 80 was het eigenlijk echt not done. Wilde niemand het meer over hebben. Mm-hmm. Toen viel ook nog de muur natuurlijk. En was het helemaal de overwinning van het Westen en hun manier van doen. Ja, en dat was ook het moment dat dus de statuten eigenlijk voor de huidige Europese Centrale Bank werden geschreven. Ja, dus begin jaren 90, het verdrag van Maastricht. Dat is dus helemaal gebeurd in een tijd dat iedereen dacht van, ja, we hebben nu de gouden formule gevonden rondom centrale banken. Ja. Namelijk niet meer zoals het honderden jaren daarvoor het geval was geweest. Namelijk dat centrale banken altijd een hele belangrijke rol speelden in het mogelijk maken dat er van alles en nog wat gefinancierd werd door de overheid. Mm-hmm. Die moest echt op afstand, die moest onafhankelijk en die moest één doelstelling krijgen. Nou, dat is prijsstabiliteit. Prijsstabiliteit. En er is dus ook, ik wil zeggen, geen bank ter wereld, maar in ieder geval geen grote centrale bank ter wereld die zo'n mandaat heeft. He, want de Bank of England, de Fed, het stelsel van centrale banken in Amerika, Bank of Japan, die bestonden al veel langer dan 1990. Mm-hmm. Dus die hadden allemaal oude statuten. Nou, en in die statuten staat eigenlijk altijd dat je moet zorgen voor prijsstabiliteit, maar je moet ook werkgelegenheid. Dus die hebben een soort gezegd een dubbele doelstelling waar dat gelijk geschakeld is. In de praktijk maakte dat niet heel veel uit, want ze interpreteerden dat op dezelfde manier eigenlijk als de ECB dat is gaan doen. Ja. Maar het maakt uiteindelijk wel uit als je gewoon kijkt hoe ziet zo'n centrale bankier zichzelf nou? He, dus de ECB is heel erg ook naar het model van de Bundesbank toen. De Duitsers. Dus tussen landen was al verschil. He, dus als de ECB, die had ook gemodelleerd kunnen worden naar het beeld van de Bank de France. De Franse centrale bank. Nou, dan hadden we een hele andere ECB gehad dan die we nu hebben. Hmm. Ik denk op zich dat het prima is dat we meer op die Bundesbank zijn gaan lijken. Mm-hmm. Maar het probleem is wel dat de wereld ondertussen heel anders is. Hè, zowel vanwege allerlei economische en financiële crisis die we hebben gehad, als ook zoiets als de klimaatcrisis die eraan komt. Ja. Maar ook kun je kijken naar ongelijkheid. Dat zijn thema's waar de centrale bank op dit moment enorm veel invloed op heeft. Ook al willen ze dat niet, maar dat hebben ze wel. En waar ze dus in Europa eigenlijk ook met het beroep op hun mandaat zeggen van, ja, maar goed, daar kunnen we allemaal niks mee doen. Ja. Want wij zijn er alleen maar voor de prijsstabiliteit. Ja, nou, dan komen we misschien nog even het laatste stukje dan. Want dat is dan vanaf 2008. Hè? Dan zeg je eigenlijk heel duidelijk, daarna, je nasleep daarvan, moeten ze een aantal onconventionele maatregelen nemen. Die ze daarvoor eigenlijk voelden zich oncomfortabel bij. Dat wilden ze eigenlijk niet doen. Dus hebben de great moderation gezien, om even die woorden te gebruiken. Centrale banken gaan zich op de achtergrond stellen. Maar dan moeten ze in één keer ingrijpen. In één keer moeten ze allemaal dingen gaan doen. Dan krijgen we natuurlijk ook Mario Draghi. Die zegt, whatever it takes. Ik koop alles op. Ik druk geld bij. Al die termen kennen we wel. Maar de prijsstabiliteit of de inflatie op 2%, als een soort doelstelling die de ECB zichzelf stelt, dat hebben we de afgelopen 10 jaar natuurlijk helemaal niet gezien eigenlijk. Nee. Dus de ECB heeft aan de ene kant aan die maatregelen moeten toepassen en heeft die onconventionele maatregelen toegepast. Maar het effect daarvan is er nog heel erg beperkt of is zelfs helemaal niet gelukt. Ja. Hoe
Hoe kijkt de ECB daarop terug op die periode? Kan je er iets over zeggen? Hoe kijken ze nu naar wat ze dan nu zouden moeten doen in coronatijd bijvoorbeeld? Ja, daar zijn ze dus ook heel ongelukkig over. Voelen ze zich heel ongemakkelijk bij. Want ze hebben inderdaad allerlei dingen gedaan waarvan ze steeds dachten, als je ze 2 jaar daarvoor had gevraagd van zul je dat ooit gaan doen? Dan zouden ze hebben gezegd van nee, dat gaan we nooit doen. Dat past niet bij wie we zijn als centrale bankiers. Ja. 2 jaar later deden ze het en vervolgens 2 jaar later moesten ze weer nog pijnlijkere dingen gaan doen. Maar het effect is er niet. He, en uiteraard, wat zij denk ik ook terecht zeggen, is van ja, maar als we het niet zouden hebben gedaan, dan zaten we waarschijnlijk nu in een deflatiescenario. Hè? Dus dan waren de prijzen aan het dalen. En ja. Over het algemeen zijn economen daar nog bevreesder voor. Dus dat wil je echt niet. Dus ik denk wat dat betreft ben ik ook absoluut blij met wat de ECB gedaan heeft de afgelopen jaren. Maar, dus daar heb ik ook vanuit Sustainable Finance Lab dan een rapport over geschreven, is we zeggen, het is niet effectief genoeg. Het heeft wel ook heel veel negatieve zij-effecten. Ik noemde al net de ongelijkheid. Dus als de ECB allemaal bestaande titels opkoopt, dan worden die gaan in prijs daarvan omhoog. Zeker. Met als gevolg dat dus de mensen in deze samenleving die al hadden, die worden er rijker van. Hè? Dat gaat dus van aandelen tot obligaties tot ook gewoon huizen. De mensen die financiële instrumenten bezitten eigenlijk op dit moment al, terwijl de ECB op de achtergrond bezig is met dat op te kopen, die precies. Profiteren daarvan. Die profiteren daarvan. Ja. Dus de vermogensongelijkheid in de samenleving die neemt daardoor behoorlijk scherp toe. Ja. Je hebt een aandelenpakket, dat gaat natuurlijk nu omhoog. Afgelopen jaar na corona was het alleen maar precies. Omhoog gegaan. Hè? Dus de corona is daar weer een mooi voorbeeld van. En heeft namelijk de ECB voor een belangrijk deel weer ingezet op nog meer van dat soort spul opkopen. Nou, daardoor krijg je dus van die hele rare situaties dat dus op het moment dat dus de werkloosheid oploopt, een heleboel mensen zeg maar niet meer de eindjes aan elkaar kunnen knopen, dat de beurskoersen ondertussen sky high zijn. Ja. Dus dat is echt die loskoppeling van de financiële wereld van de reële wereld. Ja. Daar heeft dus de ECB met zijn beleid ook aan bijgedragen. En terecht zegt de ECB, ja maar als we het niet hadden gedaan, dan hadden uiteindelijk nog veel meer mensen hun baan verloren, was in de reële economie de ellende nog veel groter geweest. Ja. Daar hebben ze helemaal gelijk in. Hè? Dus eigenlijk hadden overheden veel meer moeten stimuleren. Maar goed, dat is een andere discussie. ECB heeft dit gedaan. Maar goed, niet met het effect wat ze hebben. Dus vandaar dat wij vanuit Sustainable Finance Lab ook gezegd hebben, misschien moet je andere instrumenten gaan gebruiken. Minder proberen met extra geld in het systeem brengen en dan via het een keertje in de reële economie te laten komen. Ja. Maar misschien dus wel veel directer dat geld die economie inbrengen. Ja, want de doelstelling van de ECB natuurlijk als die dingen opkopen, is natuurlijk eigenlijk het idee zitten achter de ECB die bijvoorbeeld, hè, jij bezit een staatsobligatie, die kan je inleveren bij de ECB, daar krijg je wat geld voor terug. Het zijn natuurlijk in de praktijk vaak banken die natuurlijk daarvoor aankloppen. En dat geld, dat moet vervolgens dan volgens het idee op de tekentafel, die banken gaan dat weer uitzetten in de reële economie. Maar dat is de afgelopen 10 jaar eigenlijk nauwelijks of niet voldoende gebeurd. Ja. Waarom grijpt dan de ECB toch weer terug op zo'n paardenmiddel, ook in de coronacrisis? Zijn er geen andere dingen die ze kan doen wat dat betreft? Ja. Nou ja, wat je dus ziet, in het rapport, dat heet de New Unconventional. Dat is hebben we eigenlijk in 2019 gemaakt. Dus uitgekomen vlak voor de coronacrisis. Ja. Dat had ook als vraag eigenlijk, als er nou weer een crisis komt in Europa, wat kan de ECB en wat kunnen overheden nou gezamenlijk doen om een volgende crisis tegen te gaan, om de economie dan weer te stimuleren? Ja. Want op dat moment was de ECB, ondanks dat de economie alweer een aantal jaar aan het groeien was, waren ze nog steeds obligaties aan het opkopen. Hè? Dus al die dingen waar ze zich ongemakkelijk bij voelden, waren ze nog steeds aan het doen. En de inflatie was nog steeds behoorlijk laag. Ja. Dus de grote vraag was van welke instrumenten heb je nou nog? Wij waren eigenlijk uitgekomen op 2 dingen voor de ECB. Dus primair zeiden we van overheden zullen de volgende keer veel meer geld moeten gaan uitgeven. Veel meer, hè? Dus bij de eurocrisis gingen al die overheden veel te snel bezuinigen. En dat heeft heel veel ellende opgeleverd onder de bevolking. Maar het heeft ook ervoor gezorgd dat dus de ECB, de centrale bank, er helemaal alleen voor stond. En dat die dus al die stimulus heeft moeten geven. Hmm. Dus overheden meer doen. Maar goed, er zal altijd die stimulus van de centrale bank daarnaast ook nodig zijn. Maar zeiden wij, doe dat dan niet door nog meer van die obligaties op te kopen. Maar ga dus inderdaad instrumenten gebruiken die meer de reële economie ingaan. Zoals die goedkope leningen aan de banken, de TLTRO's, die ik al noemde. Ja. Dat was de ene. En de andere was,
Koop nou obligaties van Europese instellingen als de Europese Investeringsbank, die dat geld vervolgens dan ook echt kunnen investeren in de Europese economie en zorgen dat dus de productiviteit omhoog gaat, dat er bijvoorbeeld verduurzamingsslagen gemaakt worden. Ja. En dan gebeuren er nuttige dingen met dat geld, komen mensen weer aan een baan, kunnen mensen mee opleiden. Nou, dat was het plan dat we eigenlijk neerlegden. En de grap is, toen wij in 2019 daarmee een ronde maakten eigenlijk door Europa, langs centrale banken, langs ministeries van Financiën, kregen we eigenlijk van iedereen te horen van, nou, wat jullie nu voorstellen, dat is wel heel wild. Hè? Ik denk niet dat dat nodig zal zijn. En hè, iedereen houdt ook een beetje zijn kaarten voor de borst. Ja. Maar goed, we hebben vervolgens natuurlijk, kregen we het coronavirus. En ja, moest er wat. Ja. En eigenlijk is precies wat wij voorstelden, is wat er is gebeurd. Okay. Hè, dus A, helaas. Tenminste, niet helaas, maar er is wel weer extra veel van die bond zijn opgekocht. Maar daarnaast is dus die Teltro ook behoorlijk opgeschaald. Hè, dus die is groter geworden, maar ook vooral nog aantrekkelijker gemaakt voor de banken. Mm-hmm. En wat natuurlijk de grote verrassing was, is dat de Europese Commissie nu geld is gaan lenen voor dat recovery fund. Hè, dus ja. Die mogen 750 miljard euro uit de markt gaan halen. Ja. En ja, die kunnen dat heel goedkoop, omdat de markt weet, de ECB, die koopt uiteindelijk die obligaties ook alweer op. Ja. Dus hè, waar wij in ons plan zeiden van, nou, de Europese Investeringsbank zou dat kunnen doen, hè, zie je nu dat de Europese Commissie dat doet en overigens ook een aardig deel van dat geld weer richting de Europese Investeringsbank ook brengt mede. Hoe verhoudt het zich tot de New Green Deal, de Europese New Green Deal? Zitten die investeringsplannen die hierin zitten en de financiële structuur, zeg maar, de manier waarop het geld inderdaad wordt gedistribueerd in het systeem, spelen die daar ook een belangrijke rol? Nou, dat is dus interessant. Hè? Dus voor een belangrijk deel gaan overheden zelf over het geld nu via de Europese Commissie. Dus dat is dat recovery fund van 750 miljard. Ja. Nou, daarvan hebben zij gezegd, onze grote uitdaging, dat is die Green Deal. Hè? Dat is die verduurzaming. Ja. En we gaan dus duurzaam herstel. We gaan duurzaam uit de crisis komen. Dus wat wij willen is dat 40% van dat geld, van die 750 miljard, eigenlijk wordt besteed aan echt groene investeringen, groene uitgaven. Ja. Nou, kun je over hebben, 40%, 60%, 30%, wat hebben, maar duidelijk, daar is die link is daar heel sterk gelegd. Ja. Dus daar zit dat hem in. Als je dan kijkt wat de ECB zelf doet, ja, daar zit het weer helemaal niet in. Hè, dus die kopen gewoon van alle bedrijven die obligaties, en wat ik net aangaf, met als gevolg dat ze twee keer zoveel kopen van juist de grote CO2-uitstoters. Mm-hmm. Bij die financieringen voor de banken zit ook helemaal geen enkele groene voorwaarde. En het gevolg daarvan is dus dat je die banken op dit moment, en nogmaals, hè, terecht dat je dat doet, maar je zet ze aan om extra leningen uit te gaan geven. Maar dat doen ze dus met de huidige modellen, met de huidige beprijzingen die er zijn, waarvan we allemaal weten dat die nu niet de prikkels afgeven om de duurzame keuzes te maken. He, dus je dwingt in zekere zin banken om nu geld uit te lenen aan MKB'ers die daar nu investeringen mee gaan doen. En dat zijn waarschijnlijk niet genoeg duurzame investeringen, zodat we er over een paar jaar van zeggen, hé, dat waren goede investeringen. Hmm. He, dus je bent eigenlijk een beetje in de oude economie aan het investeren. Ja. Terwijl, hier worden infrastructuren mee aangelegd die misschien nog wel tientallen jaren blijven in bedrijf blijven. Ja, hoe komt dus dat? Dus wat je zou willen, is dat er gezegd wordt van, joh, we zien dat we vinden dat er nu geïnvesteerd moet worden, maar dan wel op een duurzame manier. Dus, en omdat die prijsprikkels op dit moment nog niet de goede kant op wijzen, ja, gaan wij dan zelf ervoor zorgen, door bijvoorbeeld tegen die banken te zeggen, en daar heb ik in september vorig jaar een voorstel voor op tafel gelegd met Jens van het Klooster, die ook onlangs hier zat. Hij was eigenlijk voor de groene Teltro's, de green Teltro's, om dus als ECB te zeggen, nou, nog steeds, hier hebben jullie goedkope financiering, banken. Ja, ja. Maar weet wel, dat krijg je alleen als het geld dat je uitleent aan die bedrijven, als dat ook echt gebruikt wordt voor verduurzamingsslagen. Of aan de huishoudens, dat ze hun huis gaan verduurzamen daarmee. Ja. En als de ECB op die manier zijn beleid zou vormgeven, dan ben ik ervan overtuigd dat je eigenlijk effectiever de economie stimuleert, omdat er dus meer geld dan direct in de economie terechtkomt. Plus je doet het op een manier waar we er niet over een paar jaar spijt van gaan krijgen. En dat we niet over een paar jaar zeggen, goh, ja, nou staat daar wel een nieuwe ketel, maar die moet alweer vervangen worden, want die is niet meer bij de tijd. Ja. Nou, nu komen we denk ik bij de kern van je pleidooi, zijn we uitgekomen. Wat zeggen tegenstanders eigenlijk van dit pleidooi? Kijk, dit klinkt natuurlijk heel redelijk, hè? Zoals je nu presenteert, denk je, ja, waarom zou je niet inderdaad, als je als ECB toch ook ziet dat die maatregelen nodig zijn, waarom zou je nog niet dat soort voorwaarden eraan verbinden? En waarom zou je ook niet heel expliciet dan aangeven dat daar verduurzamingsslagen nodig zijn? Dat begrijpt iedereen ook op dit moment. Iedereen begrijpt natuurlijk dat dat belangrijk is. Wat zeggen tegenstanders van
ja. je aan voorstellen? Nou, dus één bezwaar is gewoon praktisch. En dat zie ik op zich ook wel. Want zelfs de meest sceptische centrale bankiers, en dan haal ik maar even Jens Weidmann aan, dat is de president van de Duitse Bundesbank, en dat is eigenlijk in Europa een beetje degene die altijd het hardst aan de rem hangt op dit onderwerp. Maar zelfs hij zegt, wij moeten natuurlijk in ons monetair beleid, moeten we goed op ons geld passen, en moeten we dus geen nodeloze risico's nemen. En er bestaat zoiets als klimaatrisico. Hè? Dus het voorbeeld wat ik net noemde van die ketel die je nu koopt, maar die al heel snel weer moet worden vervangen. Daar gaat gewoon geld verloren. En als jij dat gefinancierd hebt, kan het zijn dat die ondernemer je niet meer kan terugbetalen. Nou, dan heb jij een probleem. Ja. Hè, dus hij zegt, dat erkent hij ook. Hè? Dus hij zegt ook van, eigenlijk moeten we, als wij bonds opkopen, moeten we ook wel gaan kijken van, is dat nou een bedrijf wat niet in de problemen gaat komen als die energietransitie wel gaat versnellen binnenkort. En dat is wel wat alle overheden met elkaar hebben afgesproken. Hè. Ze zijn vooral nog een beetje aan het zoeken hoe gaan we het doen, maar de verwachting is wel dat die versnelling gaat komen. En dan wil je niet op dat moment als ECB een heleboel geld gaan verliezen. Mm-hmm. Het probleem waar hij mee zit is, en dat is volgens hem onontkoombaar, namelijk dat er geen goede data zijn. Dat je niet goed kunt zien waar zitten nou die risico's en wat moeten we dan meer gaan kopen, minder kopen, wat moeten we misschien wel helemaal niet meer willen kopen. En ik denk dat hij absoluut een punt heeft dat de perfecte data er niet zijn. Mm-hmm. Tegelijkertijd is er ook al ontzettend veel data wel voorhanden. En zeker als het gaat om zeg maar, de beste en de slechtste bedrijven identificeren, daar is eigenlijk iedereen het wel over eens. Dus ik zie dat toch nog wel meer als een smoes om niks te doen. Ik denk dat er nog wel een goede discussie nodig is van, maar hoe gaan we dat nou precies doen en welke data gaan we nou precies gebruiken? Maar op zich denk ik, gaan ze daar wel uitkomen. Dus dat is overigens ook mijn verwachting, is dat binnenkort de ECB wel bekend gaat maken dat ze daar wel iets mee zullen gaan doen. Mm-hmm. Dit is het praktische bezwaar. En vervolgens, en dat is denk ik een interessantere discussie voor hier, is een bijna een ideologisch bezwaar. En eigenlijk een bezwaar in de zin van, hoe lees je nou het EU-verdrag? Ja. Want in het EU-verdrag staat beschreven wat de ECB is en wat de ECB mag doen. Nou, daar zeggen dus die centrale bankiers à la Weidmann, die zeggen, daar staat, wij zijn er primair voor prijsstabiliteit. En daar hebben ze gelijk in, dat staat er ook. Dus nummer één doelstelling. Hè? Zoals ik eerder zei, anders dan de Bank of England en de Fed, hebben ze niet een evenwichtige tweede doelstelling waar die ze moeten afwegen. Mm-hmm. Dus primair prijsstabiliteit. Maar desondanks staat er in datzelfde artikel, artikel 127 in het verdrag, staat, maar als het kan, zonder dat het ten koste gaat van je prijsstabiliteit, moet je als ECB bijdragen aan de andere, de algemene economische doelstellingen van de Unie. Hmm. En er staat er nog een artikel bij genoemd, artikel 3, waar die in benoemd zijn. Nou, als je dan kijkt in het artikel 3, dan worden er een heleboel doelstellingen benoemd, waaronder een gezonde leefomgeving. Nou, in het verdrag staat ook een ander artikel, artikel 11, voor de kijkers die het willen nazoeken, waarin gezegd wordt eigenlijk alle instellingen van de Unie moeten milieu, duurzaamheid in hun operaties betrekken. Ja. Dus er zijn op allerlei manieren, staat gewoon in het verdrag richting de ECB, jij zult wel iets doen met milieu, met klimaat, zolang het niet ten koste gaat van prijsstabiliteit. Ja, dus als je in zekere zin dat mandaat van de ECB of het spelboek van de ECB interpreteert, zou je kunnen zeggen dat die primaire doelstelling, namelijk prijsstabiliteit, dat hoeft helemaal niet ten koste te gaan van de andere, van bijvoorbeeld zo'n duurzaamheidsagenda. Sterker nog, het kan daaraan bijdragen. Ja, hè, want dat is precies hoe ik hem ook dan eigenlijk aanvlieg. Hè. Ik zeg van, jullie zijn niet met de huidige instrumenten ook gewoon niet effectief om je prijsstabiliteit te bereiken. Dat zullen ze zelf wel erkennen, denk ik. Nou ja, dat kunnen ze niet anders dan erkennen. Hè. Alleen de vraag is, hè, dus waar je dan discussie krijgt, zijn dan die instrumenten die ik net noemde. Hè, dus een meer targeted TLTRO, dus die banken stimuleren. Ja. Maar ook het opkopen van obligaties van de Europese Investeringsbank bijvoorbeeld. Hè, gaat dat je dichter bij dat doel brengen. Ja. Dus dat is één. Hè, zijn die nieuwe instrumenten, maar dat zijn instrumenten die meer ingrijpen in je economie. Ja. Dan is de volgende vraag, wil je daar dan groen in gaan sturen? En kan dat? En er zitten natuurlijk grenzen aan. Hè? Dus neem dat opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank. Mm-hmm. Daar kopen ze nu heel veel grote CO2-uitstoters.
Die kun je niet allemaal eruit halen. Hè? Want de economie is nou eenmaal voor een heel belangrijk deel op fossiele brandstof nog steeds gedreven. Dus als je dat er allemaal uit zou halen, ja, dan blijft er maar een heel klein deel over. En dan kun je zoveel geld in stoppen, maar dat gaat geen stimulans geven. Hè? Want daar zijn maar zo weinig bedrijven. Ja. Dus vandaar dat ik ook denk van je kunt daar te ver in gaan. Maar mijn collega bij het Sustainable Finance Lab, professor Schoenmaker, die heeft een rapport geschreven waarin hij zegt van, en dan berekent hij het ook, wat je wel kunt doen is wat meer van de schonere bedrijven kopen en wat minder van die meest vervuilende. Mm-hmm. En dat kan ook al een behoorlijk effect hebben. Hè? En dan bereik je en een milieueffect en tegelijkertijd blijf je nog net zo goed die economie stimuleren zoals je dat nu ook doet. Oké, dan hebben we er eigenlijk denk ik nu een aantal puzzelstukjes van wat de ECB is, wat we besproken hebben, die bij elkaar komen te liggen. Aan de ene kant, als ik het goed begrijp, voor de jaren 80, toen voor de Great Moderation van de centrale bank, toen zich meer terug gingen trekken, zag je al dat centrale banken wat meer op aanwijzing ook van ministers van Financiën en dergelijke bepaalde sectoren in de economie stimuleerden. Toen heb je eigenlijk na de jaren 80 periode gehad waarin de centrale bank juist meer op de achtergrond gingen staan. Van, dat doen we niet meer, we hebben alleen maar dit. We hebben een soort nauwere opvatting van onze taak. In het kielzog daarvan is eigenlijk ook de ECB gemodelleerd met een hele strakke doelstelling, zou je kunnen zeggen. Maar tegelijkertijd niet zo strak als dat ze hem vaak interpreteren. Precies, en ook met een open mandaat, omdat elke keer als er weer gedoe is in de Europese Unie, dan is het niet een soort spelboek op basis waarvan de ECB kan acteren. Maar eigenlijk moeten elke keer weer die minister van Financiën bij elkaar komen en andere staatsleiders om te bepalen samen wat inderdaad het beleid gaat worden. Er zit ook een soort openheid zit daarin in zekere zin. En nu, na de financiële crisis, een lange tijd gehad waarin het beleid van de ECB eigenlijk gewoon niet werkte, zullen ze zelf ook zeggen. De bazooka van Draghi natuurlijk, de opkoopprogramma's en dergelijke. Zie je toch dat er nu, als ik jouw verhaal goed begrijp, er weer een behoefte zou zijn, of het goed zou zijn voor de ECB, als ze die rol van voor de jaren 80, wat meer directere investeringen in de economie, als ze dat gewoon weer op zich zouden nemen. En dus wat minder zich op de achtergrond en wat meer op de voorgrond in zouden mengen. Ja, ja. Maar wel met een belangrijk verschil met de jaren voor de jaren 80. Want wat ik zei, toen kon een minister van Financiën een aanwijzing geven aan de centrale bank. Dat kan natuurlijk niet. Jij moet dit doen. Dat kan nu niet. Nee. En ik zou er ook voor zijn dat zo blijft. Hè? Ja. Want wat je niet wil, is dat politici eigenlijk aan die geldkraan gaan zitten. En zeggen van, hey, er komen verkiezingen aan. Weet je wat, ECB, draai die kraan maar open. Dan worden mensen blij en dan gaan ze op mij stemmen. Maar in de Europese Unie spreken minister van Financiën natuurlijk niet met één mond. Het zijn allemaal verschillende belangen ook natuurlijk. Want ze zijn natuurlijk van verschillende landen waarin ook misschien verschillende aanwijzingen uit zouden komen. Die kunnen ook haaks op elkaar staan. Dus absoluut. Dat is ook absoluut geen één stem volgens mij. Nee, maar goed, daar kan dus één stem uitkomen richting de ECB. Hè? Een soort van compromis. Hè? Maar ik ben op zich wel. Ik denk dat het goed is dat dus de politiek en de centrale bank, dat gescheiden werelden zijn. Mm. En dat die dus ook niet geen directieven kunnen geven. Ja. Maar dan nog denk ik dat die centrale bank op basis van het huidige mandaat, wat is gewoon het huidige verdrag, wel degelijk tot een heel ander beleid zouden kunnen komen. Want in het verdrag staat wel van, waar het kan, als het niet ten koste gaat van die prijsstabiliteit, dus dat hebben we dan goed geborgd, dan moet je dus ook wel bijdragen aan die andere doelstellingen. Nou, en daar zit dus nu met klimaat, denk ik, ruimte die de ECB niet neemt. En overigens, dat is misschien wel interessant, het is namelijk mijn laatste argument over waarom ze dat wel zouden moeten doen. Hè. Dus je hebt dat risicoperspectief, ze mogen gewoon geen geld verliezen. Ja. Nou, daarom zouden ze het moeten doen. Je hebt het verdrag waarin gesproken wordt over die tweede doelstelling eigenlijk van de ECB. Mm-hmm. Nou, ook daarom zouden ze het kunnen gaan doen. Maar, en dat is misschien wel de allerbelangrijkste, hun primaire doelstelling is die prijsstabiliteit. Nou, wat gaat klimaatverandering nou betekenen voor prijsstabiliteit? Wat klimaatverandering gaat betekenen, en niemand weet dat met zekerheid, hè, we weten ook niet helemaal hoe warm het gaat worden. We weten niet bij welke temperatuur, hoe dat nou precies allemaal wereldwijd gaat uitpakken. Maar er zijn wel heel veel modelstudies naar gedaan. En wat die eigenlijk laten zien is dat op het moment dat je naar een klimaatverandering van 3 tot 4 graden gaat, dat de economische impact echt ongekend is. Dat heeft een formaat dat hebben we allemaal nog nooit meegemaakt.
Dus dat gaat met name voor gebieden als Afrika, Midden-Oosten, Zuidoost-Azië. Gaat dat aan het eind van deze eeuw naar 90% tot 100% eigenlijk krimp van de economie. Dan heb je gewoon over, dan verdwijnt eigenlijk bij wijze van spreken die hele economie. Nou, dat kun je, en dat zit halverwege de eeuw, zit dat al ook al halverwege. He, dus dat lijkt, want het eind deze eeuw, dat lijkt natuurlijk een enorme ver van ons bedshow. Maar in feite dat er echt hele grote klappen komen, dat is niet verder weg, bij wijze van spreken, dan van waar we nu zitten, vanaf dat die vliegtuigen de World Trade Center binnenvlogen. Hè. Dus ja. Dan heb je het over 20 jaar en dan gaan er echt enorm gruwelijke dingen gebeuren in die landen. En dat zal de hele wereldeconomie gaan raken. Ja. En dat levert dus een soort van noodsituaties. Waarin gewoon historisch gezien, hè, als je kijkt naar momenten dat er grote oorlogen waren of natuurrampen, ja, dan is er ook geen prijsstabiliteit meer. Dan is er geen financiële stabiliteit. En dan stort gewoon de boel eigenlijk ineen. Ja. En het Europese verdrag, nogmaals, zegt tegen de ECB, jullie zijn verantwoordelijk voor prijsstabiliteit. En die zegt er ook niet bij, alleen maar voor de komende 2 of 3 jaar, hè, want dat is hoe de ECB nu zijn opdracht zelf heeft gedefinieerd. Die zegt van, nou, we moeten kijken naar prijsstabiliteit. En daarbij kijken we 2, 3, misschien 4 jaar vooruit. Maar verder kan ook niet. Dat was ook logisch in het verleden. Want toen waren er ook geen bedreigingen van de prijsstabiliteit bekend die verder weg lagen. Ja. Maar ja, nu hebben we een bedreiging van de prijsstabiliteit die ontzettend goed gedocumenteerd is. He, dus er is ontzettend veel onderzoek gedaan naar klimaat, naar de economische effecten. En dat is dus een ondertussen een body of evidence, zeg maar. Een hoeveelheid wetenschappelijke literatuur waar je niet aan voorbij kan gaan. Ja. En waar je dus, waar je denk ik als centrale bankier van moet zeggen, hey, als die bedreiging er is, ja, dan moeten we nu wel kijken wat wij kunnen doen om eraan bij te dragen dat we niet in dat scenario terecht gaan komen. Ja, duidelijk. Dus het argument is denk ik heel duidelijk. En als je het op die manier kan je het uitleggen, dan zou je eigenlijk zeggen, ja, centrale bankiers, wake up en kijk eens wat hier allemaal ligt en wat je zou kunnen doen. En wat natuurlijk even over de tegenstanders, zijn praktische bezwaren, maar zijn ook voornamelijk ideologische bezwaren. En dan nog even los natuurlijk van de zeggingskracht van dit argument, hè, van dit pleidooi en wat centrale bankiers zouden kunnen doen en hoe ze hun mandaat op of hun doelstelling tot prijsstabiliteit zouden kunnen interpreteren. Uiteindelijk gaat het dan, als ik het zo hoor, gaat het toch uiteindelijk om ideologie. Want het gaat inderdaad, en daarmee misschien ook om politiek, het gaat om de manier waarop centrale bankiers hun eigen rol zien, waarop ze in de wereld staan, ja, hoe zij hun verhouding zien en hun mandaat invullen ten opzichte van de Europese Unie, ja, ten opzichte van de wisselende leiders van natuurlijk nationale parlementen van leden van de Europese Unie. Mijn beeld van de Europese Unie, van de centrale bank daarbij is dat zij, dat ik denk best wel moeite hebben of dit als een stap zien om deze argumentatieve lijn te volgen. Ook al zouden ze misschien wel willen, maar oké, laat dat even buiten beschouwing. Omdat het zo ver weg ligt van hoe ze momenteel in de wereld staan. Ja. Hoe zie jij dat verschil overbruggen tussen over hoe ze nu over tegenover zichzelf zien en hun mandaat en hun plek binnen de Europese Unie en het idee wat we eigenlijk nu op de tekentafel hebben gelegd wat ze zouden kunnen doen? Ja, nou ja, He, dus heel terecht zeg je, dit is echt een soort van ideologische omwenteling die ze door moeten maken. Dus dat is absoluut waar. En dat is natuurlijk altijd heel moeilijk, hè? Want waar komt zo'n ideologie vandaan? Dat is toch, hè, dat is zo zijn ze opgeleid op de universiteit. Zo hebben ze ook decennia eigenlijk met succes kunnen werken. En dat was ook heel prettig. Het was ook heel prettig, hè? Het leven bij een centrale bank in de jaren 90 en voor 2008. Misschien een beetje saai. Maar het was makkelijk en het werkte allemaal goed. En je werd door iedereen toegejuicht. Wat ze natuurlijk ook wel doorhebben, is dat het gewoon niet meer werkt sinds 2008. Ja. Dus dat ze van alles aan het doen zijn, waarbij ze zich ook steeds oncomfortabeler gaan voelen. Dus dat is ook echt mijn voornaamste argument waarom ik zeg van, jongens, jullie moeten gewoon andere instrumenten gaan gebruiken die directer in die economie ingrijpen. Is omdat je maakt nu zoveel gebruik van dat instrument van die asset purchases, dus het opkopen van die bonds. Ja. Ja. Dat heeft nu zoveel negatieve effecten, ook in de reële economie uiteindelijk. Ja. En die vallen niet meer. Dus dat, en in het begin is dat natuurlijk, wordt dat ontkend. Dan zeggen ze, ja nee, dat zie je allemaal verkeerd. En dan komen ze met rapporten en data waar dat een beetje gesqueezed is, waardoor dat er weg lijkt te zijn gemasseerd, zeg maar. Mm-hmm. Maar ondertussen, denk ik, is er geen centrale bankier meer die zal zeggen van, nee, er zijn niet allerlei soort van perverse effecten van het beleid wat we hebben gevoerd, enerzijds.
Ze zien allemaal dat die prijsstabiliteit, definitie van 2% inflatie, niet bereikt wordt. Dus ook daar voelen ze zich ongemakkelijk over. En ze zien natuurlijk ook dat er weer een enorme crisis op ons af aan het komen is. Ja. Het is ingewikkeld om zo'n ideologische omslag te maken. En tegelijkertijd, de realiteit die slaat ze natuurlijk ook aan alle kanten om de oren. Dat maakt denk ik wel, hè, verhalen zoals wij die vanuit Sustainable Finance Lab houden, dat die wel steeds beter gehoord worden. Ja. Hè, dus dat ik, heel specifiek rondom monetair beleid, dat was ook echt ongeveer het laatste plekje waar Sustainable Finance nog niet geland was. Hè, dus banken, pensioenfonds, iedereen was er wel mee bezig. Maar de centrale bank die hield dat, als toezichthouder zijn ze er wel mee bezig. Ja. Dus overigens ook een interessante, als toezichthouder zijn ze heel streng richting banken. Zeggen ze, er zijn klimaatrisico's, daar moet je mee bezig zijn, moet je mitigeren. Maar dat doet. Maar zelf, als monetair beleidsmaker, doen ze het niet. Ja. Dus die twee moeten ook wat meer met elkaar praten. Ik denk ze gaan dus wel steeds meer luisteren. Dus dat merk je ook toen wij begonnen 3 jaar geleden. Hadden ze echt zoiets van, wat kom je hier doen met duurzaamheid en monetair beleid? Nu geef ik presentaties bij alle centrale banken in Europa eigenlijk over dit onderwerp. En wordt er goed geluisterd en komen er ook hele zinvolle vragen. Hè? Dus dat... ja. Nou, hoe ideologieën veranderen of opvattingen van mensen is natuurlijk altijd, dat kan je denk ik heel moeilijk echt inderdaad vastzetten op een aantal specifieke momenten. Maar waar het denk ik wel in algemene zin begint, is dat er bepaalde taboes in ieder geval, die tot dan toe niet bespreekbaar waren, of onderwerpen die tot dan toe niet bespreekbaar waren, in één keer wel op de agenda worden gezet. Ja. Zie je nou ook dus in gewoon concreet het werk van de ECB, dat dit soort voorstellen waar jij onder andere mee komt, maar natuurlijk ook andere mensen denk ik mee bezig zijn volop, dat die wat meer op de agenda komen te staan van de ECB en worden ze ook serieuzer genomen? Ja, nee, absoluut. Hè. Dus dat is ook wel een van de... Kijk, mijn eerste jaar dat ik hiermee bezig was, was Mario Draghi, de president van de ECB. Nou, die wilde hier niks van weten. Hè. Dus die murmelde wat over het mandaat, ook vaak vrij incoherent, en zei, dat past er niet in en klaar. Want bij het Europees Parlement bijvoorbeeld kregen we... Ja. Hè, er waren echt wel partijen die dit interessant vonden. En die gingen dus dat vragen aan Draghi. Die komt eens in de 2-3 maanden daar, geloof ik. Maar goed, die kregen eigenlijk niks te horen. Toen kwam Christine Lagarde hem opvolgen. Nou, en die zei eigenlijk vanaf het allereerste begin van, ik zie die relatie. Ik zie dat we daar wat mee moeten. Alleen de vraag is eventjes nu, hoe gaan we dat doen? Nou, toen heeft de ECB, zijn ze nu nog mee bezig gekomen. Voor de zomer moeten de conclusies komen. Zijn namelijk een traject gestart waarbij ze eigenlijk hun hele beleid tegen het licht aan het houden zijn. Dus dat gaat echt over alles. Alles is ter discussie tot en met de definitie van inflatie aan toe. Maar dus ook de instrumenten die ze gebruiken. En ook de vraag, hoe speelt klimaatverandering hier nou een rol bij? Dus er zijn 7 soort van workstreams benoemd. Hè, dus onderwerpen waar ze naar kijken. Nou, eentje gaat over klimaat. Er gebeurt nu absoluut heel veel, onderzoekstechnisch gezien, zeg maar. En er wordt veel gediscussieerd. Maar het is wel een hele ingewikkelde discussie. Hè? Ik noemde Weidman van de Bundesbank al. Ja. Nou ja, die heeft stuk in de Financial Times geschreven van... Ik wil niet verder gaan dan maar een heel klein stukje. Ja, dat is duidelijk een positiebepaling naar buiten toe. Is ook misschien niet zo chic, hè? Want ze zijn er nog over in gesprek. Maar dus dat geeft wel aan hoe hard hij daarin zit. En hij zal daar niet de enige in zijn. Dan gaf je al even aan dat het ECB-model heel erg gemodelleerd is naar de Bundesbank, de Europese Centrale Bank. De manier waarop de mandaat is vastgelegd, het playbook en dergelijke. En als het meer naar het Franse model was gemodelleerd, hadden we een hele andere oplossing gezien. Dat lijkt me tekenend voor natuurlijk de situatie in Europa. Dat is ook iets waar we niet eenvoudig uit zouden komen. Er zijn natuurlijk verschillende opvattingen ook binnen landen tussen landen en binnen landen over inderdaad wat de beste koers is wat dat betreft. Is het nou eenmaal mogelijk als zo'n mandaat zoals voor de ECB eenmaal uitgekristalliseerd is en het fundament staat in dat verdrag van Maastricht, is het eenmaal mogelijk om daarvan nog wezenlijk af te wijken? Of heb je daar echt weer hebben we daar echt weer een nieuw verdrag bijvoorbeeld voor nodig tussen politici? En denk jij dat dat nodig is? Ik denk niet dat dat nodig is. Binnen het huidige... Als we nu opnieuw het verdrag zouden schrijven en opnieuw een mandaat voor de ECB definiëren, dan ben ik ervan overtuigd dat anders geformuleerd zou worden dan we 30 jaar geleden gedaan hebben. Ja. Logisch. Waarom zouden we dat niet doen? Ten eerste omdat het niet nodig is. Dus ik denk, ik heb net uiteengezet hoe je volgens mij dat verdrag prima kunt lezen op dit moment. Dat de ECB dit gewoon
kan en mag doen. Ja. En er zijn ook, dus in Duitsland is ook de ECB voor die opkoopprogramma's voor de rechter daar gedaagd. Uiteindelijk heeft het Europese Hof van Justitie daar uitspraak over gedaan. Als je dat heel kort samenvat, dan zegt het Europese Hof van Justitie, de ECB mag alles doen wat ze nodig achten om die prijsstabiliteit, om die euro te behouden. Mm-hmm. Maar ze moeten wel laten zien dat het proportioneel is. Ja. Dat ze niet te veel doen en dat er makkelijkere instrumenten waren. Nou, dat lijkt me ook heel redelijk. Maar in feite, de ECB mag eigenlijk doen wat ze willen. Dus wat dat betreft hoeft het verdrag niet herschreven te worden. Als je het verdrag wel zou willen herschrijven, ik geef het je te doen. Hè? Dus dat is een heel zwaar proces waarin dus ook allerlei zware meerderheden nodig zijn om dingen aan te passen. Mm-hmm. Dus tegen de tijd dat gebeurd is, dan zijn we al jaren verder. En die tijd hebben we ook helemaal niet. He, dus ik denk, daarom vind ik het ook een beetje gevaarlijk om die kant op te sturen. Om te zeggen van, nou, er zou misschien wel een verdragswijziging zou goed zijn. Ik denk van nee, want dan gaan we weer jaren praten over een nieuw verdrag. Ja. Terwijl het huidige verdrag biedt voldoende ruimte om te doen wat er nodig is. De enige vraag is vooral van, ja, maar wat is dat dan precies? Dus het is meer een technische vraagstuk volgens mij dan een vraagstuk van mandaat of verdragstekte. Duidelijk. Wat zijn nou dingen die we de komende jaren in de gaten moeten gaan houden op dit gebied? Wat voor ontwikkelingen zie je aan de horizon die hiermee samenhangen, die echt wel eens hier op een impact zouden kunnen hebben? Ja. Nou ja, kijk, de grote vraag, hè, want kijk, de centrale bank, die is natuurlijk vooral belangrijk in een economie als het niet goed gaat. Ja. Hè, want als het goed gaat, dan hoor je ze in één keer heel veel. Dan treden ze terug. Dan trekken ze hun instrumenten in en dan neemt ook gewoon hun invloed neemt af. Misschien dat wij volgend jaar hier zitten en zeggen van, nou, fantastisch, de economie groeit weer, iedereen gelukkig en centrale banken hebben zich helemaal teruggetrokken. Dat is niet mijn verwachting. Hè? Dus dat was natuurlijk ook waarom wij in 2018 begonnen met dit project rondom centrale banken. Was omdat we zagen van, hey, iedereen roept wel van de eurocrisis is ten einde. Maar als je kijkt naar de eurozone, dan is die schulden, met name in Zuid-Europa, zijn enorm hoog. De economie groeit daar nauwelijks. Ja. Werkloosheid blijft daar hoog. Geeft ook allerlei politieke druk. Trek naar de randen, zeg maar. Politieke instabiliteit. Je had toen de Brexit net gehad. Het gaat niet goed met de Europese economie. En dat zag je ook in het feit dat de ECB nog heel actief was. Daar is dus nu het coronavirus overheen gekomen met alle gevolgen voor schulden. Hè. Ik zag toevallig gisteren onze minister van Financiën en ook die van Sociale Zaken. Die zaten bij de praatprogramma's weer te vertellen over hoe goed wij in Nederland eigenlijk die 60 miljard extra euro kunnen dragen aan schuld. Ja. Hè, wat waar is. Nederland heeft zich daar ook niet zorgen over te maken. Ja. Maar in Zuid-Europa is het natuurlijk een heel ander verhaal. Hè. Ja, dus de kans dat in Italië binnenkort of in Spanje of in Portugal of in Frankrijk de pleuris los gaat barsten, die is gewoon vrij groot. Hmm. En dan is de vraag, wat is de rolverdeling tussen eigenlijk de fiscale stimulansen, dus wat de overheden doen, en de rol van de centrale bank. Ik denk dat dat dus heel, heel nauw gaat luisteren. En nogmaals, het hele positieve vind ik dat de Europese Commissie nu namens ons allemaal geld heeft mogen lenen om dus ook in Zuid-Europa een stimulans te geven. Dat is wel die transferunie, dus dat is geld van ons allemaal wat vooral in Zuid-Europa wordt uitgegeven. Ja, ja. Maar ik denk dat het ook niet anders kan. Als je één munt wil hebben, dan moet je toch ook wel een beetje zorgen dat die economieën eenzelfde snelheid hebben. En ik denk dat er ook volop ruimte is om in Zuid-Europa echt dingen ten goede te veranderen. Ik hoop dat het die kant op gaat. En de ECB zal daar wel nog een tijd een belangrijke speler in blijven. En om die reden alleen al zich rekenschap moeten geven van de effecten rondom klimaat ook van wat ze doen. Mooi. Goed, dankjewel Rens van Tilburg voor dit onderhoudende gesprek over de ECB. En wie weet tot de volgende keer. Ja, dankjewel. Beste kijker van De Nieuwe Wereld, geniet je ook van onze uitzendingen? Vergeet je dan niet te abonneren op ons kanaal. Zo ontvang je altijd als eerste onze nieuwste uitzendingen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.